Voelde me niet ziek, maar zodra ik maar wou gaan zitten, of wou gaan staan, was ik zo draaierig als een eten en misselijk. Ging ik weer, ja, het was niet met zitten, ja, wel iets, maar wanneer ik wou bewegen. Ik wou eruit en het mocht allemaal niet. Ik was zo draaierig en zo bizar in mijn hoofd. Komt denk ik door het weer, hè. De zonnestormen. Hé, dametjes van het goede leven. Ja, hé. Legt dat nou lekker zo, bovenop elkaar? Of staat de een in de koppel enig tot rust met de voorpoten? En de achterpoten staan? Kan natuurlijk ook, hè. Jongen, nog aan toe. De voorkant leunt dus op de armleuning en ik denk dat ze aan die kant staat. Nou, wat zeg ik? Ja, een hele goede, liefdevolle middaggewenst van of Corina en de Beestenboel. En ook natuurlijk welkom. Ja, van harte welkom. Het is vandaag alweer reeds woensdag, de 15e van de 5e 2024. En ja, het is al 15:42. Maar ja, ik ben bezig geweest. Ik ben ten eerste... Ik voelde me niet ziek, maar zodra ik maar wou gaan zitten... Of wou gaan staan, was ik zo draaierig als een eten en misselijk. Ging ik weer, ja, het was niet met zitten, ja, wel iets, maar wanneer ik wou bewegen. Ik wou eruit en dat mocht allemaal niet. Ik was zo draaierig en zo bizar in mijn hoofd. Komt denk ik door het weer, hè. De zonnestormen, ja, zoals men dat noemt. Dus klagen er meerdere over, hoor. Ja, die er één geheel is met de natuur en het weer en alles. Lichte regen? Hoe dan? Lichte regen. Ik zie niks, ik zie het zonnetje schijnen. Dus ik weet het niet. Ah joh, dat was niks. Dat was de haak en anders een vogel in de dakgoot. Hoor je hier ook. Maar ja, meiden die springen op de bank en kijken ook naar buiten van wat is er aan de hand. Nou nee, ja, we hoorden ook wat. Een tikje. Maar het kan ook een vogel wezen in de dakgoot. Dat hoor je ook. Maar ja, in ieder geval, het is mooi weer. Het is wel bewolkt en een beetje skier. Je moet eens opkijken. Maar het zonnetje schijnt, dus hoezo ligt... Maar nou is die regen weer weg. Bel 20 plus 0,9, 2%. Nou ja, wat het allemaal is. Ik weet niet. Maar in ieder geval. Ik heb dus verder niks kunnen doen. Ja, ik heb mezelf weer mijn haartjes nou gepoedeld ook. Dat had ik van de week niet gedaan. Maar ik denk, mijn haartjes moeten ook weer eventjes. Anders stond het stijf op mijn kop. En... Mousje is het weer schoon en fris en fruitig allemaal en weer ingelid. En hoe ik daar nou aankom dat ik af en toe draaier raar in mijn hoofd ben en wat misselijk erdoor ben, ik weet het niet, maar het zal. Ik ga in ieder geval wel naar buiten toe met mijn meisjes. Ja, dat moet ook weer gebeuren. Ik ben vanochtend vroeg wel buiten geweest met ze, maar daarna niet meer, dus het moet wel weer even gebeuren. Ja. Hé, dametjes van het goede leven. Ja, hé. Legt dat nou lekker zo, bovenop elkaar? Of staat de een in de koppel enig tot rust met de voorpoten? En de achterpoten staan? Kan natuurlijk ook, hè. Jongen, nog aan toe. De voorkant leunt dus op de armleuning en ik denk dat ze aan die kant staat. Nou, wat zeg ik? Ze hangt gewoon over Elwing heen en de achterpoten die staan.
Hé? Ja, alsof dat nou lekker is. Malle meisjes, ja, malle meisjes zijn jullie. Hé? Ja, maar in ieder geval, dat brengt mij wel weer plezier. Ja, moet je erbij kunnen leggen. Grappig. Maar oké, en vanavond om 8 uur krijg ik bezoek en die helpt mij met de avondvierdaagse. Want ja, de avondvierdaagse, dat breekt ook binnenkort weer aan, eind mei. Ik geloof vanaf de 27e zoiets. Dus ja, ik weet het zo uit mijn hoofd niet hoor. Ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Bidubidubidub, 26. Ja, de 27e, dus kom. Je bent in de avondvierdaagse week jarig, de tweede dag. Want dat duurt tot en met donderdag, de 30e. Dus ja, dat dus. En daar doet ik weer aan mee, dus had ik idee. Dan hoop ik dat ik wel mij beter voelde nou. En dan nog, je bent onder de mensen, je maakt plezier, dus ja. Dan ga ik er even goed en lekker van genieten, ja. Maar nu ga ik genieten met de meisjes, want we gaan lekker naar buiten. Dus zeg lieve vrienden, geniet gewoon van jullie dingen en geniet een beetje mee. En wees vrolijk, probeer het tenminste. Probeer ik ook, terwijl ik, ja, ik ben er eigenlijk moe van dat draaierig zijn en dat misselijk zijn. Maar ja, het gaat ook wel weer over dat ik een oud kereltje ben. Toch? Ja. En ik moet straks ook mijn achternichtje even appen. Kijken, en die heet ook wel Danielle. Ja, kan er niks aan doen. Het is nou helemaal zo. En vraag hoe het met haar mama is, mijn volle nicht. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Ja, en toen waren we weer uitgeteld, zeg maar. Van lopen. Een vrouwtje, nou helemaal met die pijn die ik heb. Ja. Ik heb de container ook gelijk weer opgehaald. Die stond bij de weg. En vanavond moet de groene. Gisteren de grijze voor vanochtend en vanavond moet... Nee, ja, wel. Ik zal even kijken hier. Ik geloof dat die morgen moet. Of vrijdag, een van die twee, de groene. Even koekeloeren. HVC. Is makkelijk hoor, die app. HVC. Ja. Moet die wel willen. Koek, koek. Wakker worden. Ja. Ja, vrijdag. Dus morgenavond moet de groene bij de weg. Althans, bij de weg. Het is aan de overkant. Ja. En dus. Maar ja, de grijze die is vandaag geleegd. Dus vrijdag moet de groene bij de weg staan. Dus ja, dat is. En dan ga ik een bakje koffie doen. Met een bakje koffie ga ik eventjes voor de pc zitten, even een spelletje doen. En daarna ga ik de keuken in om de vaat op te ruimen. Oftewel, de vaat in de vaatwasser doen. Eerst de vaatwasser leeghalen en ik zal nog wat pakken, mijn eten. Die staat in de koelkast, even het biertje weggooien. Ja, dan gaan we dat allemaal doen. Het is wel omgespoeld op dat bord na, maar dat maakt niet uit. Het staat wel in de week. Maar dat is allemaal al omgespoeld en gedaan. Dat kind zo de vader was erin. Een heleboel mensen, die spoelen het absoluut niet om. En dat vind ik zo smerig. Ja, dat vind ik heel bar. Als je gaat afwassen met de hand, spoel je dat ook eerst om. Ja. Dan spoel je het ook eerst om voordat je gaat afwassen. Waarom niet met de vaatwasser? Dat scheelt je aan ook weer stroom en water bij de afwas. Ja, want ik weet niet, maar ik heb het wel eens gedaan, hè, om te bewijzen voor mezelf. Want hun doen dat zo en zo, ik doe dat na. En nog... Alles, het meeste was vet en vies nog. Ik dacht, gadverdarrie, dat wil je toch niet? Nee, ik niet, nee. Dus ja, dan gaan we dat zo meteen doen. Ik heb al wat gelijk aandoen voor een bakje koffie, ja. Daar heb ik wel zin in.
En ik heb mijn amaryllis maar voor het raam weggehaald. Want die verouder ik. Die heb al bloemen en alles. En die van mij dus niet. Ja, dat is kunst. Dat is niet echt. Dat is ook geen amaryllis. Nee. Dus ja, ik ga me er wat ruimte hebben of zo. Ik weet het niet, maar het zal. Ik ben benieuwd. Wel twee bladeren, maar niet de bloem. En wat toch ook. De bloem weer eens een keertje zien. Dus ik hou hem dan weer even weg. En ja, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van alles verder. Het is heerlijk weer. Het is zalig weer. En we die regen blijven waar de computer. Ja, er staat weer lichte regen. Nou, ik waar? Ja, weet niet hoor. Maar in ieder geval niet hier. Maar ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Doei, 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 doei. Zo, lieve vrienden, de tijd is weer aangebroken. We hebben al buiten gelopen, ja, zeker. Ook heb Karen al aan de telefoon gehad. Dus nou is het snel naar boven te lopen en lekker gaan slapen. Dus ja, straks moet ik, weet ik voor hoeveel keren gaan zitten te gapen voordat ik eindelijk kan gaan slapen. Ja, dat doen we maar niet, nee. Dat ik de deur nog open op een heel klein minuscuul kiertje, op een haakje. Hè, op een haakje, hè, joh. Dat, we gaan lekker slapen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten, want het is al heel erg laat. Het is 2:25. Nou, ik ben wel later geweest, dus het valt nog wel meer mee. Maar in ieder geval, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. Uiteraard allemaal gezond uit je bed zien te komen. Voor de zieken, beterschap. Voor degenen die al vakantie hebben, een fijne vakantie. Goede reis, of weet ik veel wat allemaal. Denk erom, hou je bakbeest tussen de lijntjes. Terwijl je auto tussen de lijntjes. Maak geen ongelukken, geen brokken en niks. Oh, dat deed dat ding. Ik werd even afgeleid. Nog een knipperlichtje. Maar in ieder geval, geniet van alles. En zo zeggen, jullie weten het. God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot later.